Joost, het blijft maar doorgaan. 4 partijen gespeeld, 4 gewonnen. Hoe voelt het? Ja, het voelt goed om te winnen natuurlijk. En, 4 partijen gespeeld samen met Greg en alle 4 gewonnen. Ja, dat hoop je van tevoren, maar dat ook gebeurt is wel erg leuk. Ging het vanmiddag beter dan in de ochtendronde? Ja, zeker bij mijn kant. Ik speelde in de ochtend niet zo goed. 'S middags heb ik gewoon heel constant weer gespeeld. En, ik heb even een beetje moeten wennen aan de bal waarmee we speelden vanmorgen. En ik heb even mijn coach gesproken in de middag. En dan krijg je toch nog een paar kleine tipjes en een paar kleine aandachtspunten. En dan zie je dat die achteraf gewoon heel belangrijk zijn. En wat dat betreft was mijn balstrijking in de middag gewoon weer zoals het hoort eigenlijk. Je zou morgen samen met Boudier de eerste speler kunnen worden die alle 5e partijen wint. Ga je morgen dan nog met een extra spanning de baan in? Nee, ja, goed, je gaat natuurlijk sowieso, je wil winnen. Morgen, je single wil je gewoon altijd winnen. Ongeacht of je nou alle 5e punten binnen kan halen of niet. Je wil gewoon winnen voor het team. Maar ja, dat zou wel erg leuk zijn als je dat weet te doen. En dan ben je de eerste. En Greg heeft ook een kans. Dus het zou leuk zijn als we gelijk de eerste 2 zijn. Maar dat zien we morgen wel. Morgen heb je gewoon weer een hele lastige dag. En dat zien we allemaal wel weer. Heb je nog een favoriete tegenstander morgen misschien? Nee, het maakt mij niet uit. Het maakt niet uit tegen wie je speelt. Je moet zelf goed spelen en je moet zorgen dat je birdies maakt. Wat dat betreft maakt het me niet uit. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel.